Dames en heren, het doet mij genoegen om u te mogen verwelkomen voor dit bijzondere afscheidscollege van onze zeer gewaardeerde leraar, professor Paul Kiteur. Ik begreep overigens dat hij het woord afscheid niet echt leuk vond, omdat hij naar eigen zeggen nog lang niet klaar is. Dat is mooi. Mijn naam is Tom Kapper en ik ben de voorzitter van Justus Lipsius. Dit is de rest van het bestuur en ik heet u van harte welkom. Ik spreek namens alle masterstudenten als ik zeg dat wij professor Kiteur kennen als een zeer vriendelijke, welbetrokken docent die vol met humor zit. Zo heeft hij ons geleerd dat er elke week, of dat er elke eeuw in het 48e jaar een politieke omslag plaatsvindt. 1648, de Vrede van Westfalen met de vestiging van Nationale Staten. In 1748, de Trias Politica van Montesquieu. In 1848, de parlementaire democratie. En in 1948 de mensenrechten. En wij wachten met smart op 2048. Daarnaast hebben we natuurlijk talloze andere cruciale van andere kwesties kennis mogen nemen. Zoals de objectiviteit van mensenrechten, de problemen van theoterrorisme, het fundamentele belang van een ruime vrijheid van meningsuiting en nog veel meer. Maar wat ons vooral zal bijblijven zijn alle open discussies tijdens de lessen. En natuurlijk zijn ongeëvenaarde Britse accent, als hij weer eens een schitterend citaat tevoorschijn tovert. Namens de studievereniging Justus Lipsius en alle masterstudenten wil ik professor Kiteur ontzettend bedanken voor al zijn liefdevolle inspanningen voor ons en onze prachtige universiteit. Dan zal ik nu kort wat vertellen over het programma van vandaag. Het college van zometeen zal bestaan uit drie lezingen, gehouden door drie verschillende sprekers. Als eerste zal Erik Wouters iets gaan vertellen over zijn masterscriptie, die onlangs in het boek is uitgebracht onder de naam Strafbaarstelling van religieuze belediging. Oh, wacht, daar. Ah, kijk, daar. Mooi. En daarnaast Mienke de Wilde, die de hoofdpersoon was in de zaak De Wilde versus de Netherlands in 2021. En ja, zo dadelijk zult u uitgebreid te horen krijgen waar deze zaak over gaat. En tenslotte zal natuurlijk professor Kiteur het woord nemen. En die zal laten zien hoe deze twee zwaarwegende zaken nauw samenhangen met zijn intellectuele carrière. Tussen de lezingen door zal er mogelijkheid zijn om vragen te stellen. Mits het er niet te veel zijn, want we willen ook misschien nog even van de zon genieten. Dat brengt mij bij het laatste punt. We zouden oorspronkelijk hier tot 8 uur zitten, maar ik was ervan uitgegaan dat het slecht weer zou worden. Dus ik stel voor dat als het klaar is, dat we gewoon de zon gaan opzoeken. En dat we daar dan verder borrelen. We hebben de keizer gereserveerd vanaf 6:30. Althans, niet het terras, maar ik hoop dat het voldoende ruimte is. Dan wil ik nu als eerste het woord geven aan Erik. Ja. Ja, ja. Ja, we hebben nog een borrelhapje hier. Ja. Zeker. Ja. We hebben twee borrels, ja. Oké. Okay. Nee, ik heb. Ja, dankjewel. Nou, welkom allemaal. Leuk dat we hier met zoveel mensen kunnen zijn, eindelijk weer. In coronatijd, na coronatijd. Mijn naam is Erik Wouters. En nog niet zo lang geleden zat ik daar bij jullie zat als student. En ik ben dus afgestudeerd in strafprocesrecht. En schreef mijn masterscriptie, die uiteindelijk in boekvorm is gepubliceerd, over een nogal controversiële uitspraak van het Europese Hof, genaamd ES tegen Oostenrijk. Ik ben toch wel benieuwd wie hier bekend is met deze uitspraak. Ja? En wat vind je van deze uitspraak? Ben je het
eens met de uitkomst. Ja, ja. Nee, dat klopt helemaal. Ik hoef eigenlijk niks meer te vertellen. Nee, klopt. Nee, het was binnen de... Ja. Oké, is er nog iemand anders die deze uitspraak gelezen heeft? Hoeft niet per se natuurlijk. Nee, oké, nou dan zal ik jullie een beetje meenemen in deze uitspraak. Deze uitspraak draait dus inderdaad om een vrouw Elisabeth. Dat is een Oostenrijkse anti-islam activiste. Oh, sorry. Ja, tuurlijk. Ja. Is het zo beter te verstaan? Oké, het gaat dus om mevrouw Elisabeth. Dat is een Oostenrijkse anti-islam activiste. Die tijdens een lezing gesuggereerd zou hebben dat de profeet Mohammed een pedofiel zou zijn geweest. Zij stelde dus, en ik citeer, een 56-jarige en een 6-jarige. Hoe noem je dat? Geef me een voorbeeld. Hoe noemen we dat als het geen pedofilie is? Nou, niet veel later is zij dus door de Oostenrijkse rechters veroordeeld voor het op zodanige wijze publiekelijk minachten van een persoon die een voorwerp is van verering, dat dit kon resulteren in gerechtvaardigde aanstoot. Dus het is nogal een mond vol, maar het komt er dus op neer dat de religieuze gevoelens van gelovigen zijn aangetast. En daar is zij dus voor veroordeeld. Vervolgens stapte zij naar het Europees Hof, omdat zij vond dat deze veroordeling een schending opleverde van haar recht op vrijheid van meningsuiting. En het Europees Hof die stelde dus de Oostenrijkse rechters in het gelijk. En die hebben gezegd, dus drie dingen eigenlijk, dat de beperking van deze vrijheid bij wet voorzien is. Dus de veroordeling is bij wet voorzien. Dat de beperking een legitiem doel dient. En dat deze beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving. Nou, dat zijn dus drie dingen. Als eerste stelt het Europees Hof dus dat de beperking van haar vrijheid van meningsuiting bij wet voorzien is, omdat die beperking in het strafgesetzboek is neergelegd. Alleen hier gaat het Europees Hof eigenlijk al de mist in, omdat bij wet voorzien meer impliceert dan alleen een wettelijke bepaling die een strafbaarstelling mogelijk maakt. De wettekst moet namelijk ook voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn geformuleerd. En of die strafbepaling daaraan voldoet, dat valt heel erg in twijfel te trekken. Maar dat is misschien niet eens het belangrijkste aan deze zaak waar het al fout gaat. Dan is de tweede eis. De beperking moet een legitiem doel dienen. Het Europees Hof vindt dat de veroordeling een legitiem doel dient. En dat is dan het behoud van religieuze tolerantie en vrede enerzijds, en de bescherming van religieuze gevoelens anderzijds. Wat je hier dus ziet is dat het Europees Hof eigenlijk het recht op bescherming van en respect voor religieuze gevoelens onder de vrijheid van godsdienst schaart. En naar mijn mening gaat het Hof hier dus ook de fout in. Ten eerste kan je ernstig betwijfelen of het beteugelen van de vrijheid van meningsuiting echt bijdraagt aan religieuze tolerantie en vrede. Sterker nog, misschien voedt het juist wel religieuze intolerantie. Dus dat is als eerst. Ten tweede schaadt het Europees Hof het recht op bescherming van en respect voor religieuze gevoelens, mijn inziens, onterecht onder de vrijheid van godsdienst. En dat heeft met het volgende te maken. Het komt er eigenlijk op neer dat de godsdienstvrijheid enerzijds impliceert dat je de vrijheid hebt om religieus te zijn. Dus dat houdt in dat je vrij bent om religieuze overtuigingen te hebben en een religie te kiezen. En anderzijds om een religie te manifesteren, dus uit te oefenen. Naar mijn mening valt het dus moeilijk in te zien waarom het Europees Hof in deze zaak in godsdienstvrijheid een recht op bescherming van religieuze gevoelens leest.
omdat het kwetsen van religieuze gevoelens er in beginsel helemaal niet toe leidt dat gelovigen ervan worden weerhouden om een bepaalde religie aan te hangen of te praktiseren. Dit betekent dus eigenlijk dat de godsdienstvrijheid überhaupt niet had afgewogen mogen worden tegen de vrijheid van meningsuiting. Omdat de godsdienstvrijheid in deze zaak helemaal niet van toepassing is. En dat is dus eigenlijk terug te voeren op een oude zaak in de jaren 90. En daar werd dat uitgangspunt eigenlijk in geïntroduceerd. Ja, wat je dus zou kunnen stellen is dat het behoud van religieuze tolerantie en vrede en de bescherming van religieuze gevoelens niet aan kunnen worden gemerkt als legitieme doelen die een beperking van de vrijheid van meningsuiting rechtvaardigen. En dan is er dus nog een derde eis en dat houdt in dat de beperking noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving. Maar ook aan deze eis is volgens het Europese Hof voldaan en wel om de volgende in mijn ogen hele onlogische redenen. Allereerst brengt de vrijheid van meningsuiting volgens het Hof de plicht mee om het doen van nodeloos kwetsende uitlatingen jegens gelovigen te vermijden. En dat brengt dus mee dat staten beperkende maatregelen kunnen treffen tegen kwetsende uitlatingen. En bij de beoordeling of zulke maatregelen daadwerkelijk noodzakelijk zijn, komt volgens het Europees Hof aan staten aanzienlijke beoordelingsruimte toe. Nou, vervolgens stelt het Europees Hof dat Elisabeths uitlatingen als waardeoordelen zonder voldoende feitelijke basis kwalificeren. Met andere woorden, het is subjectief wat zij zegt. En daarom niet onder het beschermingsbereik van de vrijheid van meningsuiting vallen. En als laatste zegt het Europees Hof dat de boete slechts €480 betrof. En dat de sanctie dus eigenlijk niet disproportioneel was. Wat ik persoonlijk heel vreemd vind, want een boete van bijna €500 is nogal wat. Maar goed, hier kan echt van alles tegen in worden gebracht. Dat heb ik in mijn boek ook gedaan, maar ik zal het redelijk kort houden. Ten eerste brengt de vrijheid van meningsuiting helemaal geen plicht met zich mee om je te onthouden van het doen van kwetsende uitlatingen jegens gelovigen. Ten tweede zet het Europees Hof de uitlatingen van Elisabeth onterecht weg als waardeoordelen en had het überhaupt niet mogen overwegen of haar uitlatingen als waardeoordelen kwalificeren, omdat dit niet relevant is in religieuze beledigingszaken. Dit beginsel dat komt namelijk voort uit klassieke, op mensen van vlees en bloed betrekking hebbende lasterzaken. Dus eigenlijk gewoon de echte lasterzaken die op mensen zien en dus niet op religieuze figuren. Ten derde is de veroordeling sterk disproportioneel, onder meer gelet op de context waarin de uitlatingen zijn gedaan. De uitlatingen zijn dus gedaan in een onderwijssetting en die heeft het Europees Hof ten onrechte niet meegewogen, deze context. Maar hij is ook disproportioneel, omdat gelet op de afschrikwekkende werking van strafrechtelijke sancties op de vrijheid van meningsuiting. En het feit, en dat is ook heel erg belangrijk, dat niemands gevoelens daadwerkelijk gekwetst zijn. Want er waren bij die bijeenkomst helemaal geen moslims of gelovigen aanwezig. Het waren voornamelijk aanhangers van haar politieke partij. En dat is wel bijzonder. Een journalist heeft dus haar uitspraken aangekaart bij het Openbaar Ministerie. En zodoende is ze tot een vervolging gekomen. En dan is er nog een laatste punt dat ik graag wil bespreken. Dat heb ik ook best wel... Op dat punt heb ik best wel de nadruk gelegd in het boek. En dat is in mijn ogen een hele grote tegenstrijdigheid in het arrest. Enerzijds verwijst het Europees Hof naar allerlei internationaal rechtelijke instrumenten, waarin een hele sterke afkeur naar voren komt van blasfemiewetgeving. En er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de resolutie van het Europees Parlement, een rapport van de Commissie van Venetië. Maar anderzijds laat het de veroordeling op basis van de Oostenrijkse strafbepaling, die eigenlijk een bepaling is, dus een blasfemieverbod. En vervolgens zegt het Europees Hof dat die strafbepaling op basis waarvan zij veroordeeld is, meer is dan alleen een blasfemieverbod. Omdat niet elke gedraging die neerkomt op blasfemie binnen het bereik van die strafbepaling valt. En omdat de gedraging dus ook tot gerechtvaardigde verontwaardiging moet leiden. Dat maakt het dat die bepaling dus niet als een blasfemieverbod kan worden gezien, volgens
het Europees Hof. Maar wat het Europees Hof daar in mijn ogen miskent, is dat verontwaardiging onder gelovigen inherent is aan blasfemie. En dus geen onderscheidende waarde heeft, want het is heel vreemd. Als iemand een blasfemische uitlating doet, dan is het logisch en zelfs vanzelfsprekend dat dat tot verontwaardiging zal leiden onder gelovigen. En tot slot komt daar dan ook nog eens bij dat de gronden die het Europees Hof aandraagt, de conclusie dat haar uitlatingen inderdaad hebben kunnen leiden tot gerechtvaardigde verontwaardiging, die helemaal niet kunnen dragen. Dus het heeft tot gerechtvaardigde verontwaardiging kunnen leiden, omdat haar uitlatingen niet objectief van aard waren en omdat ze niet de intentie zou hebben gehad om aan het publieke debat een bijdrage te leveren. En in mijn boek bekritiseer ik dat juist heel erg, want ik ga er juist vanuit dat haar uitlatingen objectief van aard waren en dat zij de intentie had om een bijdrage te leveren aan het publieke debat. Dus kortom, een draak van een uitspraak vol met tegenstrijdigheden en inconsistenties. Maar tegelijkertijd ook een hele leerzame uitspraak, omdat die heel erg goed laat zien hoe het dus niet moet, in mijn ogen. Dat was mijn verhaal. Ja. Dankjewel. Vragen? Ik ben toch wel benieuwd of er vragen zijn. Ja. Ja, tuurlijk. Sorry. Dat zou je inderdaad kunnen stellen dat typerend is, omdat in de jaren 90 er al een keer een uitspraak was, toevallig ook in Oostenrijk, waar deze uitspraak eigenlijk heel erg op gebaseerd is. En ook uitgangspunten uit die zaak zijn overgenomen in deze zaak. Dus je zou kunnen zeggen dat het deels een letterlijke toepassing is van die uitspraak, maar er zitten toch ook een paar dingen in die nieuw zijn. Ja. Ondenkbaar in de zin dat het niet veroordeeld zou worden. Ja, in Nederland denk ik op het moment, omdat de Hoge Raad daar een tijdje terug al een uitspraak over heeft gedaan. En in Nederland is het eigenlijk heel simpel. Zolang je iets zegt over een religie en dus niet direct over een groep mensen, ben je niet strafbaar bezig. En zo simpel had het kunnen zijn, dat heeft het Europees Hof helaas niet gedaan. Maar ja. Ja, natuurlijk, ja. Dat kan het Europees Hof nog niet doen, want over jaar heb ik dat gedaan, maar de Raad van de VVC hangt af van de nationale wet. Ja, natuurlijk, daar gaat het Europees Hof vanuit. Nee, dat klopt. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat na aanleiding van deze uitspraak Europese landen denken van misschien moeten we toch maar weer de blasfemiewetgeving herintroduceren om toch te voldoen aan deze uitspraak. Het is niet heel erg denkbaar, maar het kan wel. En ook in Nederland overigens, want er is bijvoorbeeld een petitie gestart om het strafbaar te stellen om de profeet te beledigen. En bijvoorbeeld politieke partij DENK, die roept op tot de strafbaarstelling van doen van aanvallen op religies. Dus het is zeker niet ondenkbaar dat de Nederlandse wetgeving op basis daarvan vroeg of laat aangepast gaat worden. Zou dat zijn als bijvoorbeeld het verbod van een seculier land als Turkije? Ja, dat is een goede vraag. Daar is ook een uitspraak over geweest. En dat ging dan ook over Turkije. En volgens mij ging dat ook over de belediging van geloof. Volgens mij ook over Mohammed toevallig. En de Europese Raad die heeft die veroordeling dus in stand gelaten. En volgens mij is die man zelfs tot 2 jaar gevangenis veroordeeld. Ja. Ja. Dus het hangt er inderdaad heel erg van af in welk land zo'n uitspraak wordt gedaan. Ja. Nee, dat klopt. Dat wordt heel vaak benoemd in een zaak dat een land seculier is en het wordt ook heel vaak benoemd dat staten een appreciatiemarge hebben. Maar in deze zaak die ik bespreek,
wordt dat ook heel erg benoemd, maar vervolgens doen ze toch precies wat ze zelf willen en laten ze die veroordeling in stand. En ja, maar het klopt zeker wat je zegt. Ja. Nee, dat is juist helemaal weggelaten en dat is goed dat je dat zegt. Ja, dat is niet meegewogen in deze zaak, nee. Nee. Mm-hmm. Dus je bedoelt als dezelfde situatie zich in Frankrijk zou voordoen? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet, misschien kan Criteur daar zelf meer over vertellen. Ik ben daar niet heel erg in thuis. Dus ik vind deze vraag lastig om te beantwoorden. Maar... Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, nee, ik denk dat daar echt heel erg één lijn in moet worden getrokken. Dus er zou geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen religies en überhaupt niet tussen religies en andersoortige overtuigingen. Dus ja, dat is mijn antwoord. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Het is een buiten juridisch iets wat die bepalen gaan. Dat van de landen van staat. Ja. Ja. Nou ja, daar. Mm-hmm. Nou, daar raak je eigenlijk de kern. En ik denk ook dat er meer achter deze uitspraak zit dan alleen het juridische. En het zit gewoon ook totaal onlogisch in elkaar. En ik denk ook zeker dat het een stukje angst is vanuit het Europese Hof om tegen de religie in te gaan, zeg maar. En dus wat je zegt, dat klopt zeker. Tenminste, dat denk ik wel. En ik denk dat vele mensen dat ook met mij... Ja. Nee, ik denk zeker dat deze uitspraak heel erg politiek beïnvloed is. Ja. 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 Ja, het was een... het was een unaniem oordeel. Dat is ook nog eens heel bijzonder aan deze uitspraak. En hij is ook zelfs tot key case benoemd door de Grote Kamer. Dus ja, dat geeft wel aan hoe invloedrijk deze uitspraak eigenlijk is. Ja. Mm-hmm. Ja, dat moet de toekomst leren. En het grappige is ook, nou eigenlijk niet grappig, het vreemde is ook dat er uitspraken zijn waarin het Hof ineens een heel andere kant op slaat. En ja, meer richting de denkwijze van de Hoge Raad opgaat. Dus dat is ook het lastige aan deze. Het is heel inconsistent. In de ene zaak doet het dit en in de andere zaak doet het dat. En dat maakt het heel lastig om te voorspellen wat er in de toekomst gedaan gaat worden. Ja. Ja. Ja, ik denk ook dat het heel erg politiek is ingegeven. En het is een heel erg krampachtige uitspraak. Het lijkt alsof het Europees Hof liever zijn vingers niet brandt aan de hele discussie die eromheen gaande is.
Ja, maar dat bedoel ik ook te zeggen, dat het inderdaad een politiek activistisch oordeel lijkt te zijn. En ja, dat de juridische gronden eigenlijk al niet eens meer ter zake doen. Ja. Ja. Oké. Oké, dankjewel. Dankjewel. Geef nu het woord aan Mienke de Wilde. Ik zal nog even. Hallo allemaal, ik ben Mienke de Wilde. U ziet misschien wel aan mijn vergiet dat er iets aparts aan de hand is. Ik heb namelijk een rechtszaak gevoerd. En niet één rechtszaak, maar het is een hele procedure geweest tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Om met een vergiet op mijn hoofd, op mijn rijbewijs en paspoort te mogen. En eigenlijk ben ik in die hele procedure vooral telkens opnieuw op de vraag gesteld. Ja, wat als de staat bepaalt wat geloofwaardig is? Want dat is eigenlijk wat er hier aan de hand is. En is er dan nog vrijheid van religie of een scheiding van kerk en staat? Of ja, doen we eigenlijk gewoon een beetje alsof? Mijn vergiet hoort bij de kerk van het vliegend spaghetti-monster. We hebben een spaghetti-monster als almachtige bouwmeester van het hele hal. Het is maar net hoe je het wil noemen. Het is begonnen als protest. Daar hebben we een heleboel gedoe mee gekregen. We hebben lieve nietjes als morele regels, humor en ironie als een soort van zendingsmanier, communicatiestijl. Heel belangrijk, je moet wel zieltjes winnen. En ja, laten we eerlijk zijn. En daarbij hebben we ook kritiek op zekere aspecten van andere religies. We zijn niet anti-religie, want dat krijgen we heel vaak voor onze schoenen geworpen. Maar er gebeuren ook best wat nare dingen in naam van religie. En daar zijn we wel tegen. Maar we hebben een hele serieuze moraal- en levensovertuiging. En daar zal ik zo wat over vertellen. Nou ja, we hebben dus het spaghetti-monster als almachtige. Nou kan je natuurlijk zeggen, nou wat raar, daar kun je toch niet in geloven. We hebben theologen op de radio gehad die dan heel serieus gaan vertellen van, daar kun je toch niet in geloven. En spaghetti, dat is toch iets wat door mensen gemaakt is. En je beweert juist dat, en ze gaan er helemaal serieus op in en hakken takken en... Terwijl ik denk van, ja, maar een heleboel religie werkt natuurlijk met symboliek. En ja, dat is ook de manier waarop je echt daadwerkelijk oprecht kan geloven in een spaghetti-monster. En daar durf ik mijn hand voor op de Bijbel of op gospel te leggen. Die symboliek, die houdt natuurlijk in. Kijk, je hebt tegenwoordig ook het debat over wat goed is en wat kwaad is. Alles wordt in hokjes gedrukt, je bent fout en dan hoor je er niet meer bij, je wordt verketterd. Wij denken dus, het is eigenlijk een spaghetti monster, heel onoverzichtelijk, goed en kwaad, zit overal een beetje door elkaar. En ja, het is allemaal niet zo zwart-wit. Die onoverzichtelijkheid heb je natuurlijk ook bij causaliteit. Het is allemaal niet lineair van dit gebeurt en dan vervolgens gebeurt er dat. Zoals nu bijvoorbeeld hè, met die Rusland-oorlog ook steeds ja, eigenlijk gebeurt in de media. Er zijn een heleboel dingen die meespelen en je kan het gewoon niet zien hoe het in elkaar zit. En ja... Zo denken wij dat de oorsprong van dingen ook verklaard kan worden. Het is eigenlijk één grote chaos van toevalligheden. Een spaghetti monster. Het is dus begonnen als protest met een open brief van ene Bobby Henderson. Die was het er niet zo mee eens dat in Kansas dat ze de intelligent design naast de evolutietheorie wilden gaan onderwijzen. Alsof dat maar een beetje hetzelfde was. Want die mensen zeiden, ja, je kan niet bewijzen dat het niet zo is. Dus wij willen ook plek. En toen heeft Bobby Henderson gezegd van ja, maar je kan ook niet zeggen dat het spaghetti monster niet bestaat. Dus ik wil ook een plekje. En zo is het begonnen. En de Pastafarians, waar ik er eentje van ben,
Die zeggen eigenlijk, nou ja, hij is aangeraakt door het vliegend spaghetti monster met zijn noedelige aanhangsels om zijn bestaan weer kenbaar te maken. Hij is eigenlijk onze profeet. En dat is heel bijzonder, want onze profeet leeft nog. Dus ja, dat, ik denk misschien is dat ook een van de redenen dat wij ja, op dit moment eigenlijk nog niet overal even ja, welkom worden ontvangen als zijnde een religie. Maar dat, we hebben dus liever nietjes als morele regels. En dan kun je zeggen, nou dan zijn het dus geen regels, het zijn liever nietjes. Maar ja, kijk, ik heb een zoontje en als ik tegen hem zeg van ik heb liever niet dat je belletjes in je chocomel blaast, dan voelt hij zich wel degelijk ja, geroepen om te gehoorzamen. Alleen hij moet er ook zelf nog eventjes over nadenken. En dat is het verschil met de geboden in andere religies. Wij vragen ook wat van de mensen zelf. Er komt ook iets aan ja, intern denken bij als het gaat over wat wel en niet mag. Een voorbeeld van een liever nietje is dat je bijvoorbeeld... ja, ik heb liever niet dat je mijn bestaan gebruikt om mensen te onderdrukken, straffen, veroordelen. Of je snapt het, je slechte gedragen tegen anderen. Ik heb geen offers nodig en het begrip zuiver is bedoeld voor bronwater, niet voor mensen. Nou ja, hè, het zit een klein beetje een kwinkslag in, een twist. Ja, het zet je aan het nadenken. Juist misschien wel omdat het een beetje grappig is. En dan komen we dus ook bij de volgende. Ja, wij hebben dus een bepaalde zendingsmanier die niet altijd overeenkomt met ja, andere religies die vooral zijn van de droge, saaie preken. Wij willen er een grapje in brengen, juist omdat het werkt. En bij religievrijheid staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, hoort ook zendingsvrijheid. Dus in principe zou je toch denken dat je dat mag doen op de manier waarvan jij denkt dat dat werkt. En wij denken dat het zo werkt, maar zo werkt het dus niet. Ja, Herman Finkers, dat is wel grappig, die is ook ja, vroom katholiek, die heeft zelfs missen georganiseerd en die zegt, ja, geloof, humor en kunst is een heilige drie-eenheid. In alle drie de dingen heb je eigenlijk ja, bepaalde elementen die niet kunnen. En doordat je het of grappig maakt of er iets geks van maakt in kunst of ja, met geloof. Dus je hebt altijd dingen die dan in één keer wel kunnen. En daarom is humor, ja, hoort eigenlijk juist gewoon bij geloof. Waarom wij kritiek hebben op zekere aspecten van andere religies. Net zoals ik denk een heleboel andere religies ook weer kritiek hebben op voorgaande religies. Is omdat wij dus niet altijd eens zijn met dingen. Het grootste punt waar wij ons druk over maken bij onze conculega's. Is dat serieusheid vaak leidt tot extremisme. En ja, daar zijn wij niet zo van. Al zeggen mensen wel eens anders. Maar ja, extremisme, je hebt natuurlijk als je jezelf te serieus neemt, ja, dan ben je eigenlijk gewoon intellectueel ijdel. En dat zorgt, of kan zorgen voor polarisatie en uitsluiting, juist omdat je jezelf niet meer kan relativeren. Als je alleen maar denkt dat jij gelijk hebt, is er geen ruimte meer voor een ander en ja, wordt allemaal gedoe en daar zijn wij niet zo van. Ja, protest zit in onze religie, maar daar staan we niet alleen in. Je hebt bijvoorbeeld ook protestantisme, daar staat het notabene al in de naam. En als je dan kijkt naar protest, ja, wat heb je dan liever? Protest in woorden en in grapjes of in geweld? Ik mag naar de volgende. Nou ja, wat ik dus al had gezegd, goed en kwaad is een spaghetti monster. Dat is onze serieuze moraal. Causaliteit is niet overzichtelijk lineair, maar ja, ook weer een soort van chaos op zich. We houden van zelfrelativering door ook een beetje met jezelf te kunnen spotten, grapjes te maken. Zelfs over de grote bouwmeester, zeg maar. En wij vinden dat je lief moet zijn voor elkaar, ook als iemand wat anders denkt. En wat gij er niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Ja, dan gaan we het even hebben over het recht, want daar zijn we hier natuurlijk uiteindelijk voor. In de grondwet staat dat een ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging in vrijheid te blijden. Er zijn wat uitzonderingen, die staan hieronder, ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer, ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden. Maar een ieder, er staat nergens dat, alleen, dat het alleen geldt voor mensen van erkende religies. Toch gebeurde er in onze procedure iets aparts. In één keer werd er ergens een erkenning geëist om als religie door te mogen gaan. Maar er staat dus nergens in een wettekst iets over erkenning, hoe die erkenning dan in zijn werk gaat, wat je daarvoor moet aantonen. Je, ja, eigenlijk de hele rechtszekerheid is ja, op de kop gegooid. En toch hebben ze zoiets, het is allemaal super logisch. Nou, hier heb je dan ook eigenlijk nog een keer een beetje hetzelfde, alleen dan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Everyone, niet iedereen in een, die erkend is, gewoon iedereen. En het mag alleen beperkt worden als dat op grond gebeurt van een wet die er al was. En ja, als dat nodig is voor bepaalde dingen zoals veiligheid, gezondheid en dat soort dingen. En ja, als je dan kijkt naar hoe een rechter omgaat met ja, zo'n vraag als de mijne, mag ik met een vergiets op mijn hoofd op mijn rijbewijs, dan gaat hij eigenlijk eerst de reikwijdte bepalen. En dan gaat hij zich afvragen, ja, is dit eigenlijk een religie? Valt dat onder de bedoelde wet? Dat lijkt heel logisch. Maar we gaan zo even laten zien dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En pas daarna gaat hij zich afvragen, is een beperking toegestaan? Het hele reikwijdte bepalen vindt een rechter dus niet beperken op zich. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een juridisch taaltrucje, want je beperkt er wel degelijk mee. Als een rechter moet gaan bepalen, dit is wel religieus, dat is niet religieus. Ja, wat is die hele vrijheid dan eigenlijk nog? De overheid bepaalt dan gewoon wat een religie is. Want zij gaan zeggen, dit is wel geloofwaardig en dat niet. Dit is wel een waardig geloof en dat niet. Ja, dan krijg je dus eigenlijk precies hetzelfde of het tegenovergestelde als waar die hele vrijheid van religie voor bedoeld is. Je moet eigenlijk gaan solliciteren op een plekje naast de andere religies, maar je moet wel in het team passen. Dus is het dan scheiding van kerk en staat of hebben we eigenlijk gewoon meerdere staatsreligies? Het is op zich wel logisch natuurlijk. De definitie van religie is ook wel heel ingewikkeld. Eigenlijk, theologen zijn al ja, eeuwen bezig met de vraag, maar ze komen er maar niet uit. Je kan wel kenmerken verzinnen en ja, daar een beetje mee spelen. En meestal gaat dat goed, maar het gebeurt ook heel vaak. Of heel vaak. In onze zaak is het dus ja, wat mij betreft een beetje misgegaan. Ze hebben heel erg gekeken, is deze religie wel serieus genoeg? En dat hebben ze op een hele rare, beperkende manier gedaan. Ze hebben gewoon gezegd, ja, dit is eigenlijk gewoon te grappig. Jullie zijn geen religie. Terwijl wij juist zeggen, ja, maar die grap die hebben wij nodig om, hè, om mensen ja, zieltjes te winnen. Om, ja, om het even oneerbiedig te zeggen. Maar dat hoort er juist bij. Dat is een stukje van die religie. En dan heb je ook zoiets als a certain level. Hoeveel, hoe hoog moet die serieusheid zijn? Kan dat niet in verschillende lagen? Mag het helemaal dan niet grappig zijn? Dat wordt toch een beetje een saaie boel dan in kerk. Ja, ik snap dat ze dat zo hebben geprobeerd. Maar eigenlijk de manier waarop de rechter daarmee om is gegaan, of alle rechters in de hele procedure, want bij ons was het ook van stap 1 tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, alles was unaniem. En ja, eigenlijk hebben ze volgens mij allemaal last van een ja, abramitische bias. Ja, dit is misschien, ik zal heel kort even overheen gaan. Mensen die vergelijken ons met andere religies die, of andere bewegingen die wilden doorgaan voor religie. Omdat ze vinden dat wij ook misbruik maken van het recht. Maar er is echt een heel groot verschil. Je hebt een paar, die bovenste drie, de Zusters van Sint-Walburga, de Rokerskerk en de Bali, die wilden gewoon regels omzeilen. Dan heb je nog een aparte, dat is de Santo Daimonkerk. Daar, die wilden dus ook inderdaad regels omzeilen. En dat is dus ook gelukt. Zij mochten in ieder geval
gewoon religieuze drugsthee drinken. En daar is dan later weer een heleboel misbruik van gemaakt. Zijn mensen zich als kerk gaan registreren puur om die thee te mogen drinken. Dat mocht dus wel. Wat het vliegend spaghetti monster wil, is helemaal niet een nieuwe regel. Er is gewoon een regel om met een bedekt hoofd op je paspoortfoto te staan. Wij willen helemaal niets nieuws. We hebben ook helemaal geen voordelen gehad. Ik ben mijn rijbewijs jaren kwijt geweest, terwijl ik in de Achterhoek woon op het platteland. Ik kan geen kant op. Mensen vinden je voor aap lopen met een vergiet op je hoofd. Er zijn helemaal geen voordelen. Dus ja, het is een beetje... Wij zijn anders. Nee, hier heb je eigenlijk een beetje hetzelfde mensen die... eerst was het allemaal grappig en mensen vonden je leuk. En op een gegeven moment gaat natuurlijk het grappige er vanaf. En vragen ze, moet je er nou niet eens een keer mee stoppen? Maar dat is het hele punt. Nee, we willen er niet mee stoppen, want het is ook geen grap. Het is juist serieus. En dat ik er nog steeds mee doorga en hier voor u sta, mezelf eigenlijk voor wat mensen dan een beetje vinden voor lul te zetten, is juist omdat het serieus is. maar wat kan je dan wel doen misschien om wat in ieder geval iets meer vrijheid van religie te krijgen? Want wij zijn dus van mening dat dat nu niet het geval is. Ja, een van de dingen waar natuurlijk dan wel een beetje controverse over gaat bestaan, is de vrijheid van religie helemaal uit de wet halen. Dan is er geen rechter meer die daarover hoeft te gaan beslissen. En je kan bijvoorbeeld de vrijheid van vereniging gebruiken, want ja, religieuze vereniging is ook gewoon een vereniging. Hetzelfde geldt voor de vrijheid van meningsuiting. En die paar uitzonderingen die dan wel nodig zijn, bijvoorbeeld het hoofddoekje. Ja, waarom kan dat niet voor een Ajax-petje of zo? Wat is daar eigenlijk zo bezwaarlijk aan als iemand daarmee op zijn hoofd wil? Als je maar identificeerbaar bent, dan blijkbaar kan dat ook met een hoofddoekje. Dus waarom niet met een vergiet of een Ajax-petje? En de tweede manier, wat iets meer vrijheid denk ik op zou kunnen leveren, is het weigeren van erkenning ook als beperken te zien. Je kan het voorzienbaar maken door een wet voor in het leven te roepen, zeg maar. En dan kan eigenlijk iedereen doen en laten wat hij wil, tenzij je dus een van die... als je zeg maar... De publieke veiligheid, gezondheid en dat soort dingen in de weg gaat zitten, dan kan een rechter zeggen van ja, daar zetten we een streep door en verder mag je doen wat je wil. Dan vraag ik me af of er nog vragen zijn. Nee, er zijn er nog meer. Het is in Amerika is het begonnen. Hier zit wel toevallig daar schuin achter u degene die in Nederland de echte begin... daarvoor. Die is hier begonnen met het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Maar ik denk, wat was het, Dirk-Jan? Hoeveel volgelingen hadden we op een gegeven moment? Ik vraag, hoeveel volgelingen hadden we op een gegeven moment? Ja, nou moet ik er wel bij zeggen, wij zijn niet dat je dan echt helemaal gedoopt en weet ik wat moet worden. Dus het waren gewoon één knop op internet en je was volgeling. Maar het zegt toch wel wat over de mensen die erin geïnteresseerd waren. Nee, ook dat niet. Volgens mij, ik heb het zelf geloof ik niet eens gedaan. Ik ben niet alleen een nepgelovige, maar een nepgelovige dan. Hè? Ja. Die hadden we wel. Maar een van onze lieve nietjes is dat je liever niet je geld besteedt aan dure kerkgebouwen. Dus wij waren eigenlijk corona voor. Wij deden destijds, zeiden we al, van wij doen niet aan thuiswerken, maar thuiskerken. En later is ons voorbeeld ook opgevolgd. En af en toe gaan we dan, omdat we natuurlijk wel door het hele land zitten, gewoon met z'n allen ergens in een pasta-restaurant komen bij elkaar.
Bidden? Ja, als je dat wil. Dat is eigenlijk net zoals bij andere religies. Ik ben daar zelf niet heel... want hij, een van de andere religies is ook dat hij geen offers nodig heeft. Nou ja, bidden, je tijd opofferen. Ja, waarom zou je dat doen? Hè? Maar er zijn mensen die zijn van de al dente tak. Dat is de harde kern dan. Hè? Dus die doen dat wel. Maar voor mij hoeft het niet. Nee, het is niet gelukt. Nee, het is helaas. Nou ja, uiteindelijk, ik heb nou ondertussen tijdens die hele zaak heb ik ook 2 kinderen gekregen, dus ik moest wel, maar ja. Ja. Nou, daar zijn wij ook net een beetje anders in dan andere religies. Wij laten de kinderen vrij, we indoctrineren niet. Ja. Ik heb het nog niet gedaan, het zou kunnen, maar ja. Ja, dat is wel heel goed voor die zon. Ja. Ja, het is misschien een goede om eens te gaan overwegen, of niet? Ja. Als je de religie al heel serieus wil testen, dan zou het ook nog iets wel schisma en als dat vaak is. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, deze lezing heeft ook best al wel gezorgd voor schisma. Ik ben door de huidige pasta-paus, daar ben ik niet meer welkom bij pasta-lezingen. Dus dat heb je dan ook weer. Ja, het is echt... Ja, daarom, ik heb gezegd, nou ja, dat zijn geen pastafariërs dan anyway, dus ja. Ja. Nee, ja, wat mij betreft niet. Ja, zij vinden het wel, maar ik ben dan ook weer niet om te oordelen, ja. Dat krijg je ook allemaal weer, hè. Ja, ja, uiteraard. Ja, anders stond het hier niet. Ja. Nou ja, moet er überhaupt een grens zijn? Als je die vrijheid hebt, kan je dan niet zeggen van... iedereen mag doen wat hij wil als jij je Ajax-geloof wil hebben. Nou, prima. Maar wanneer jij... ik denk dat de grens op een andere manier bepaald moet worden. Als jij dus dingen gaat doen die gevaarlijk zijn... als je fundamentalistisch wordt... dan moet je juist kunnen zeggen van... hé, wacht, tot hier en niet verder. Als je verder gewoon vriendelijk bent en je bent een beetje raar... ja, wat maakt dat uit? Mm-hmm. Nou ja, eigenlijk ja, op die manier kan je het natuurlijk uitleggen. Ik heb het vooral gezien als iemand die zegt van ja, hey, gelijke monniken, gelijke kappen. En of jij nou een erkende religie bent of niet, ja, als zij tijd krijgen naast de evolutietheorie, dan wil ik dat ook. Zo, ja. Je kan het inderdaad op beide manieren zien, ja. Ik ben in het maatschappij dat de religie dan een beperking heeft, dat het nou niet mag ook, dat je dan heel veel uitzonderingsposities natuurlijk krijgt. Vooral Nederland, waar de geschiedenis in Nederland heeft, de religie. Want bijvoorbeeld met corona, dat dan uitzonderingen moet komen, dat... Ja, nou dat was dus, want een heleboel mensen die hebben mij echt heel lang inderdaad voor gek verklaard. Ja, maar waarom zou je dat willen? Als het uitzonderingen zijn, als die mogelijk mogen zijn voor één bepaalde groep, waarom mogen ze dan niet voor de rest? En als de rest dat niet mag, waarom zou de rest, zou die kleine groep dat dan wel mogen? Ik bedoel, dat die wetgeving met reden, dat wetgeving is überhaupt, dat betekent ja, maar is dat erg dan? Kijk, als je een regel stelt, bijvoorbeeld met die corona-uitzondering voor kerken die gewoon door mocht gaan. Als jij die regels maakt, dan is dat dus met de bedoeling, hè, dat in ieder geval dat zeggen ze...
en dat zal ook vast zo zijn, om de volksgezondheid te beschermen. Maar vervolgens is daar een hele groep die zich, ja, een heleboel hielden zich er wel aan, maar ze hoefden zich er niet aan te houden. Dat was puur, ja, ze gunden het, zeg maar, de overheid en een ander deel niet. Maar als dat dus nodig is om die gezondheid hoog te houden, waarom zou je die religieuze, die groep daar dan van uit moeten zonderen? Of je maakt de uitzondering voor iedereen, waardoor het geen uitzondering is, of je maakt de uitzondering helemaal niet. Ja, maar misschien is het nog wel eens beweging, dat is toch al een reis van heel ver gegaan door een religieuze overtuiging. Die al boven de staat is van eigenlijk, zeg maar, zich gevangen daarvan, niet om de SCP-kerk van de wereld van de staat, wij gaan het niet houden op die club, dan zijn we ze veranderen. Dat die mensen kennen zo bewogen. Ja. Dus hoe wij eigenlijk ook de macht van de samenleving kunnen testen. Dus eigenlijk zelf al, van de overheidsverhaal, daarin moet ik voor. De termen die jullie in handen leggen, worden dezelfde, dus ook buiten de rechtsgroep zelf. Ja. Maar dan snap ik niet waarom ze die pastafariërs, die hè, dat, daar helemaal. Ja, dat jullie dat het een kritische politie zijn, die is voor de lol, voor de ironische mensen. Ja, nou, daar hebben we het serieus over gehad, maar wij houden het bij voedselgevechten, dus ja. Dat, ja, ja, nee, ja, gehaktballen die net iets is, hè, maar ja. Dus nee, ja, we hebben het er wel over gehad. Misschien moeten we een heilige pasta oorlog beginnen, maar ja. Of kinderen verminken, daar hebben we ook aan gedacht, maar ja. Dat... Oh, jij, er was nog iemand achter je. Naar nieuwe leden. Ja. Nou ja, ik denk dat als je dat in de wet wil houden, dat er altijd inderdaad iemand over moet gaan beslissen bij dingen die niet helemaal, hoe zeg je dat? Ja, als het apart is, dan heb je dus altijd kans dat je er buiten gaat vallen als daar een rechter over moet gaan oordelen. Daarom denk ik van, we kunnen het misschien ook gewoon helemaal uit de wet halen en dan inderdaad die vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting gewoon... gewoon zo makkelijk is dat natuurlijk allemaal niet, maar hè, daarvoor gebruiken. Dat kan. En dat je die uitzonderingen geen uitzonderingen meer laat zijn, maar gewoon een normale regel, zoals jij mag met een bedekt hoofd op je pasfoto. Ja, en mensen denken dan ook weer van, ja, maar zie, jij wil die vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie uit de wet. Ja, het hoeft niet. Het kan ook bijvoorbeeld op die tweede manier. Maar ik heb dus zelfs een bevriende dominee, die zegt van ja, maar dat die wat hier dus gebeurd is, dat vindt hij ook eng. Want dat, op een gegeven moment gaat dat ook hen raken als je niet oppast. Dus ik denk eigenlijk, gooi het uit die wet en gebruik de normale meningsuiting en normale vereniging ervoor. Want ja, wat is eigenlijk het verschil? Ja. Ja, want dat is het precies eigenlijk. Ja. Nou ja, in mijn geval, omdat ik religieus ben en omdat ik het wel fijn vind om onder te vallen. Verder eigenlijk niet, nee. Ja. Ja. Ja, maar dat... Maar is dat niet een combinatie van vrijheid van meningsuiting en vereniging eigenlijk? Ja,
zeggen van, kijk, van de religieuze partij, ja, maar je kan ook zeggen van misschien. Ja, ja. Ik ga niet op goed of fout. Ik ga vragen of het verschil is of die vrijheid van de religie iets goed aan de vrijheid van de ja, maar dan zou je dus inderdaad. Ja, nee, maar daarom ben ik het ook, heb ik een beetje gepoogd het voor te zijn. Er zijn een heleboel voor's en tegens. Kijk, ik ben eigenlijk ook een beetje van Floris' kant van dat, hè, dat zijn dan dingen die inderdaad misschien wegvallen. Maar is dat, hè, zo erg? Ja, dat is misschien niet helemaal vrij meer dan. Dus dat, aan de andere kant, ja, die dieren zijn ook niet, niet vrij. Maar goed. Als je dat dus anders wil doen, dan heb je misschien die tweede optie van laat vrijheid van religie inderdaad in de wet staan, maar ga religies alleen beperken, of alles wat zich religie noemt alleen beperken, als, je, ja, als het in strijd is met bepaalde waarden waar wij heel veel, hè, die heel belangrijk zijn. Ja, levensovertuiging zit er natuurlijk ook al wel bij. Het is eigenlijk vaak religie of levensovertuiging. Ja. Ja, maar dan heb je dus weer dat het een levens... en gaat alleen om hele overtuigingen. Dan is dus jouw stukje van zo'n grote overtuiging is meer waard dan iemand die overal kleine losse overtuigingjes over heeft. En daar denk ik van... Is dat, moet dat eigenlijk? Waar is, is een mening niet gewoon een mening? En, ja, maar die liturgie en al die dingen, dat valt dus, vind ik ook gewoon onder, want in mijn overtuiging kunnen er ook voor zorgen dat ik bepaalde handelingen wil doen die anders, ja, hoe zeg je dat, die nergens onder vallen. Maar dan wordt dat toch op een of andere manier onder meningsuiting geschaard of onder vereniging of weet ik veel wat. Waarom moet daar verschil in zijn? Waarom is jouw vrijheid om religieuze handelingen zoals rituele slacht, want dat, ja, misschien kun je het dan zo noemen. Waarom wordt dat anders behandeld dan mijn gewone, normale handelingen waar geen gedachte achter zit? Ik heb die geprobeerd bij te leggen bij de staat. Nee, financiering hebben wij, we hebben eigenlijk gewoon gecrowdfund verder, of niet gecrowdfund, maar we hebben, ja, mensen hebben donaties gedaan. Nee, maar dat is ook helemaal niet onze insteek, want dat krijgen we wel vaak in handen. Ja. Ja, want door dingen niet te erkennen zijn ze allemaal even erkend. Dus ja, dan heb je gelijkheid. Dus nog. Is eigenlijk wat is om alle
Ja. Ja, maar wat als nou die joligheid en die, die dat kunnen spotten juist onderdeel uitmaakt van jouw echt hele heilige overtuiging? Ik wil gewoon dat iedereen grapjes kan maken. Dat de wereld is één grote gekkigheid. Dat is mijn overtuiging. En ik ben daar echt heel serieus in. En kijk, dat een ander daar niet daar anders over denkt, dat is altijd zo. Ik vind het bijvoorbeeld ook best wel jolig dat iemand over water kan lopen. Of naar je man toe gaan en dat hij dat allemaal prima vindt. Die zegt, ja, ik... Jongen, ik krijg een kind van een ander en die was goddelijk. Oh, wauw, ja, dat vind ik zelf heel absurd. Dus ja, voor een buitenstaander, die heeft altijd een mening van dat kan niet. Daarom ben jij ook geen pastafari, anders had je het wel gesnapt. Dus het is een buitenstaander. Ja. Dus, dus toch die gevechten dan, zou je aanraden? Nee, maar ja, hoe? Ja, maar dat is het punt. Zij zien dat. Dus zij gaan het bepalen wat belangrijk is. Maar die kleding is de laatste imam. Nou, de geestelijke hebben hem onmiddellijk opgehaald, maar dat is ook fijn. En ook in heel veel religies, of heel veel in het christendom heb je bijvoorbeeld ook het boek Rechters, waar het ook allemaal niet altijd even positief was over het establishment. Nou ja, wij hebben nou ook zijn bezig met een boek Rechters, alleen dan met onze uitspraken. En niemand die dan meer kan zeggen van hé, maar dat is verzonnen. Want de rechter die het staat zelf. Ja, daarom heb ik dus. Ja,
dat was mijn eerste stap, want dat lees je nergens terug. Maar er zijn dominees en godsdienstwetenschappers en theologen, die hebben een verklaring voor mij ondertekend. En die heb ik opgestuurd. Zie je nergens in de jurisprudentie terug. De rechter heeft gezegd, nou dat vinden wij niet deskundig. Wij gaan zelf even beslissen wat religie is. Ja, volgens de rechter, die heeft er geen woord over gewisseld. Wat de godsdienstwetenschapper zei, wat een theoloog zei. Het is allemaal gewoon hups aan de kant geschoven. Je leest er niks meer over. En de rechter, die zich wel een beetje bezighoudt met religie af en toe. Maar ik denk zelf niet helemaal door heeft dat hij soms wat mist. Die heeft gewoon gezegd van, ja, dit is geen religie. Want ik vind het zo. Eigenlijk komt het daar gewoon heel simpel gezegd op neer. Ja, ik ook. Ja. Nou, ik heb dit een mooie moment om af te sluiten. Dank je wel. Heel erg We zijn eigenlijk aan het overleggen, punt van orde, dames en heren. Of jullie het nog uithouden, zal ik nu gewoon beginnen en daarna de borrel. Of zeggen jullie, ik wil er wel iets te drinken erbij hebben. Dat kan natuurlijk eigenlijk ook. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Goed. Goed. Ja. Dames en heren en non-binaire. Broeders en zusters en alles wat ertussen zit. Lieve vrienden, beste collega's. Sommigen komen ook van ver. Wat geweldig dat jullie er zijn. Identiteitsgroep atheïsten, agnosten en sceptici en onverschilligen. Alleen de kenners weten nu waar ik op doel, maar dat ga ik straks uitleggen. Pastafaris, ook aanwezig. Beste alumni, hè? Ik zie er een Thierry, zie ik daar zitten. Dat is een notoire alumnus. Er is heel wat water door de zee gegaan sinds die promotie van jou hier en nu 2022, precies 10 jaar. Lipsianen, niet te vergeten, de organiserende instantie. Maar vooral beste studenten, natuurlijk. Ja, kijk, dit is geen afscheidscollege, maar het is eigenlijk een uit de hand gelopen lezing voor Justus Lipsius. Volgens mij moeten we het zo aanduiden. Maar mijn aanvankelijke bedoeling was om een praatje te houden over een nieuwe uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, die net al belicht is, namelijk de uitspraak De Wilde tegen Nederland. En ik, tegelijkertijd las ik dat boek van Erik Wouters, wat hij net heeft toegelicht. En wat je daar zien staan ook, dat oranje boek. Moet je even bekijken straks voor de borrel. Maar omdat mijn lezing dus voor Justus Lipsius samenviel met de datum van mijn pensioen. Want ik ben nu officieel met pensioen, hè? Ik ben een pensionado. Waar... waar overigens de universiteiten de chique term emeritaat voor hanteren, is dit de afgelopen weken eigenlijk een beetje toegegroeid naar een afscheidscollege. Dat is geleidelijk aan zo gegaan in de beeldvorming. Nou, dat zij zo, en ik zal proberen om me er doorheen te slaan, zo goed en zo kwaad als ik dat kan. En dat is nog niet eens zo eenvoudig, want een afscheidscollege associeer ik met een officiële doodverklaring. En ik ben nog niet dood. Nog lang niet, denk ik eigenlijk. Ik zou zelfs zeggen, ik ga leven, hè, om het beroemde boek van Lale Gül te citeren. Maar ik wil beginnen met Justus Lipsius dus te bedanken, alle gekheid op stokje, voor deze uitnodiging. En ik wil ook de Almachtige bedanken dat hij de hand heeft geleid van Erik Wouters bij het schrijven van het prachtige boek, wat hij net heeft toegelicht.
En Mienke de Wilde, die de kracht heeft kunnen opbrengen, want dat is niet gering, hè, zo'n proces dat duurt jaren, om door te procederen tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, in een zaak die volgens mij heel belangrijk is. Veel belangrijker dan u denkt. En dat ga ik eigenlijk uitleggen. Dat veel belangrijker is dan u denkt. Kijk, op de een of andere manier hebben zowel het boek van Wouters als ook die actie van de Wilde, die hebben iets, volgens mij, en zelfs veel, met elkaar te maken. En het heeft ook eigenlijk veel te maken met mijn, laat ik het noemen, mijn wetenschappelijk engagement van, nou, misschien wel bijna 40 jaar, want ik werk 38 jaar aan deze universiteit. Maar in ieder geval de afgelopen 20 jaar, daar heeft het veel mee te maken. In het jaar des Heren 1984 kwam ik aan deze universiteit aan. En ik kwam van de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ik 1 jaar studentassistent was bij Henk van Eyckema-Hommes. En die stond bekend als een conservatieve man. Zo is het allemaal gekomen. En 1 lid van de benoemingsadviescommissie, de hoogleraar Jos Nota, die zag dat als een aanbeveling. Die zei, kom bij Eyckema-Hommes vandaan. Oh, dat is een conservatieve man. Maar ik zag die enorme bewondering in zijn ogen. Ik dacht, ik dacht bijna, dat is een verdienmodel. Ik had nog niks noemenswaardigs had ik gepresteerd. Ik had een artikel geschreven over Arthur Schopenhauer, een geliefd filosoof van mij, net als van Galijn Moulier. Dat was gepubliceerd in de Hollands Maandblad, maar dat had verder weer helemaal niemand gelezen. En zo ging dat ook een beetje in die tijd, hè, 1984. Maar dacht, ach, ik zie die jongen wel, die zie ik wel onderwijs geven. En ik ging mijn best doen. En dat was overigens ook nog een tijd, zeg ik, voor degenen die daar nu mee bezig zijn. Reina Brouwer en andere promovendi die ik hier zie. Dat je eigenlijk helemaal niet hoefde te gaan promoveren. Je kon zelf kiezen. Er werd aan je gevraagd. Ja, dat is ook leuk, Jorik. Er werd aan je gevraagd. Je bent eerst aangenomen en dan vroeg men dus. Wil je ook gaan promoveren? En toen zei ik, nou ja, dat leek me wel wat. En dat werd in 1989, werd dat conservatisme en cultuurrecht. Was het nou omdat ik nou zo conservatief was? Ja, ik geloof het eigenlijk niet. Omdat ik zo dwars was, geloof ik ook niet echt. Maar misschien wel omdat ik me op de een of andere manier, en voor een voor mij onverklaarbare, om een onverklaarbare reden, niet floreer in een atmosfeer waar mensen allemaal ongeveer op dezelfde manier denken. Persoonlijke eigenaardigheid. En wat dachten nou al die mensen in 1984? Hè? Wat dachten ze in die tijd? Nou, die dachten allemaal wat John Rawls dacht. John Rawls was in die tijd, die was onze lieve heer, of liever gezegd, hij was zijn profeet. En nog een klein paar jaar verder, hè, 5 jaar verder, leidde dat tot the end of history. We waren het allemaal met elkaar eens. En, de vrede werd uitgeroepen in de polder. De tegenstellingen waren verdampt tussen de PvdA en de VVD. Rawls had iets van een beetje liberalisme, een beetje van socialisme. En dat werd sociaal-democratie. En dat waren we eigenlijk allemaal. Er waren ook niet zo heel veel verschillen tussen die onderzoeksprogramma's aan universiteiten. Dat leek eigenlijk als 2 druppels water op alles wat men deed bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting. De universitaire medewerkers, docenten en de hoogleraren waren ook allemaal lid van die partij van de PvdA. De WRR-leden, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waren allemaal lid van de PvdA. De onderzoeksvoorstellen die genade vonden in de ogen van NWO. Allemaal PvdA-voorstellen. De hele boel was diepgaand gepolitiseerd. Maar tegelijkertijd had niemand dat ook in de gaten, omdat men allemaal hetzelfde dacht. Heel interessant. En in die tijd dus schreef ik dat boek over conservatisme. Misschien wel gewoon dus uit nieuwsgierigheid, maar ook om eens een keer iets anders te horen dan waar ik voortdurend mee geconfronteerd werd in mijn directe omgeving. Nou, van die grofweg 40 jaar die ik aan de Universiteit van Leiden heb gewerkt, stond het eerste 20 jaar stond een beetje in dat teken. Maar dat veranderde allemaal met 9-11 2001. Toen gooide dat alles omver. De geschiedenis die begon weer. Er diende zich een nieuwe ideologische uitdaging aan. Dat was de jihadistische islam. En veel van wat ik geschreven heb tussen 2002
En 2022, ook trouwens het jaar waarin Fortuyn vermoord werd, 2002 en 2022, die 20 jaar, dat heeft op de een of andere manier iets te maken met die nieuwe ideologische uitdaging van de jihadistische islam. En al die thema's waar ik me mee bezig heb gehouden, die gingen over vrijheid van expressie, over integratie, over de scheiding van kerk en staat, over de weerbare democratie. Allemaal thema's waarmee het eigenlijk ging om het doordenken van wat je ook tegenwoordig zou kunnen noemen westerse vrijheden. Nou, dan is tegenwoordig natuurlijk zo'n term als westerse vrijheden in naar hedendaagse woke inzichten. Lees dat boek van Floris van den Berg, die Vocabulary, daar het middelste boek. Tegenwoordig zou dat naar hedendaagse woke inzichten natuurlijk schandalig zijn, provocerend, xenofoob, racistisch en dus op de een of andere manier wel een reden tot ontslag. Maar ik heb toch die belangstelling wel 20 jaar vol kunnen houden. En er is me echt betrekkelijk weinig is er in de weg gelegd. En voor die vrijheid ben ik eigenlijk de Universiteit van Leiden best dankbaar. Ging ik nou bij al die thema's heel bewust te werk? Stond het me allemaal zo scherp voor de geest wat ik deed? Nou, als ik eerlijk ben, geloof ik dat niet. Maar nu wel, achteraf, nu in 2022... denk ik wel, ja, maar dat zat toch wel enige orde in die gekte. Want het ging allemaal dus over die westerse vrijheden. En dan met name eigenlijk ging alles over artikel 18 en artikel 9. Nou, voor de juristen, over welke artikelen heb ik het dan? Jij mag niks zeggen, Galijn. Dan heb ik het natuurlijk over artikel 18 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. En artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, waarin ongeveer hetzelfde staat. En dat geeft ons allemaal een universeel recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. De Universele Verklaring geeft dat op mondiaal niveau en artikel 9 van het EVRM geeft dat op een Europees niveau. Oké. Is dat nou heel spectaculair? Nee. Maar wat is wel spectaculair? Dat is dat zinnetje dat volgt op die proclamatie van die vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. En dat zinnetje dat luidt als volgt. This right includes the freedom to change his religion or belief. Dus de vrijheid om van geloof ook te kunnen veranderen of van gedachten te kunnen veranderen. Dus impliciet in die vrijheid van religie en geloof is ook de vrijheid opgenomen om van religie of geloof te veranderen. Nou, en enerzijds is dat natuurlijk totaal vanzelfsprekend, want wat heb je namelijk aan een vrijheid van gedachten als je eenmaal de gedachte altijd op dezelfde manier moet voortdenken? Dat is geen vrijheid van gedachten, dat is eigenlijk de geest geketend. En zo is het ook met die vrijheid van religie. Een religie die je altijd op dezelfde manier moet voortzetten, is eigenlijk geen vrijheid van religie, levert geen vrijheid van religie op. En dat punt is eigenlijk zo voor de hand liggend, enerzijds, dat niemand het belangrijk genoeg acht om dat te benadrukken. Dat gebeurt dus ook niet. Dat gebeurt dus niet in de literatuur. Dat gebeurt niet in de literatuur van al die mensen die zich bezighouden met law and religion en die daar dikke boeken over volschrijven, conferenties over organiseren, hele afleveringen van tijdschriften over volpraten. Die hebben het eigenlijk hier bijna nooit over. Ja, ze hebben het over de vrijheid van religie, dat die aan iedereen toekomt. Ze hebben het over de beperkingen van die vrijheid van religie. Daar gaat het allemaal over. En er gaan maar heel weinig boeken over dat ene gekke zinnetje. Ja, het boek van Erik Wouters, wat jullie net toegelicht hebben gekregen, gaat erover. En impliciet gaat eigenlijk ook de zaak van Minke gaat daar over. Dus die vrijheid om van religie te mogen veranderen. Nou, die vrijheid om van religie te mogen veranderen en ook van je geloof af te vallen, dus er helemaal van af te vallen, dat kan je natuurlijk ook voorzien van een eigen etiket.
En dan zou ik zeggen dat daarvoor het etiket apostasie het meest voor de hand ligt. Dus artikel 18 van de Universele Verklaring en artikel 9 van het Europese Verdrag, dat vestigt een recht op apostasie. En die zin waarin dat gebeurt dan, die zou je ook de apostasieclausule kunnen noemen. En meer daarover kan je ook lezen in de dissertatie van Mirjam van Schaik overigens, die daar onlangs aan de Universiteit van Leiden op gepromoveerd is. We moeten de apostasieclausule alleen nog wel wat verder, vind ik, differentiëren. Die apostasieclausule, dus dat recht om van geloof af te vallen en dat recht om van geloof te veranderen, dat vestigt dus allereerst natuurlijk een recht op apostasie, dat is het eerste. Maar ook een recht op ketterij en ook een recht op blasfemie of godslastering, denk ik. Nou, laat ik dat proberen toe te lichten. Kijk, dat eerste, die apostasie, dat is wel duidelijk. Dat tweede, die ketterij, dat behoeft enige toelichting, denk ik. Wat is ketterij? Ketterij is het ontwikkelen van heterodoxe geloofsinhoud. Het geeft aan dat gelovigen het door de staat beschermde recht hebben om een religieuze stellingname in een andere richting verder te ontwikkelen. En dan volgens eigenlijk de officiële richting in het geloofsgenootschap geoorloofd is. En je kan het ook heel direct stellen misschien, volgens de apostasieclausule moet de staat garanderen dat een katholiek een protestant kan worden, dat een soeniet een shiit kan worden. De staat moet garanderen dat die vrijheid aan de burgers wordt gegeven. En dat recht om via ketterij eventueel over te gaan tot een ander geloof, dat is de motor geweest van alle religieuze veranderingen in de wereld, denk ik. Alle grote religiestichters zijn ook begonnen als ketters. Dat wil zeggen, ze zijn vertrokken vanuit een bepaald geloof om een nieuw geloof te ontwikkelen. Jezus Christus, de profeet Mohammed, om maar de bekendste religiestichters te noemen, die zijn begonnen als ketters. Nou, die waarheid, denk ik dat het een waarheid is een beetje contra-intuïtief en daarom zal ik er een paar opmerkingen nog over maken. Laten we het illustreren aan de hand van de drie monotheïstische godsdiensten met als de grote leidsmannen Mozes, Jezus en Mohammed. Vanuit het Mozaïsch perspectief is het christendom een vorm van ketterij. Want de christen, te beginnen met Christus zelf, die ontwikkelt de religie van het jodendom in een andere richting. En dan krijgt zo'n figuur natuurlijk het verwijt een apostaat te zijn, van ketter. Maar de christen denkt dat hij de ware religie gevonden heeft. Iets waarvoor het jodendom eigenlijk alleen maar een opstapje was. En met de ontwikkeling van het christendom naar de islam, die zich in de 7e eeuw aandient, zien we weer hetzelfde. Een boek over de wijze waarop de islam in de middeleeuwen door de christenen werd getypeerd, dat heet The Sum of All Heresies. De optelsom van alle ketterijen, zoals de titel van een boek van de auteur Frederick Quinn dat formuleert. Dus dat christendom, dat is een ketterij. Maar wat je ook in de geschiedenis van de wereldreligies kan onderkennen, dat is dat die religiestichters, hoewel ze allemaal als ketters zijn begonnen, heel vaak draconische maatregelen introduceerden om die ketterij dan weer in hun eigen nieuwe religie binnen de perken te houden. Bijvoorbeeld de islam, die beschouwt profeet Mohammed als de zegel van de profeten. Yamaseb Soltani had het er net al over. Dus alles wat er daarna komt, de Baha'i of welke andere nieuwe profeet zich aandient en zegt, nee, niet Mohammed was de laatste, ik ben de laatste. Hè? Dan krijg je altijd problemen. Elke hervormer van de islam daarna wordt gezien als een apostaat, een ketter en een blasfemist. En dat zou ook met talloze voorbeelden uit de geschiedenis van het christendom ook te illustreren zijn. Luther en zo. En je kunt het je wel ongeveer voorstellen. Nou, wat heeft nou die blasfemie, dat derde onderdeel van de apostasieclausule nog voor plaats in dat geheel? Ik heb nu iets gezegd over de apostasie, ik heb iets gezegd over de ketterij en dan krijgen we nu de blasfemie. Nou, dat is dat die
blasfemie of die godslastering, wat hetzelfde is, een onderdeel is van de vrijheid van expressie, maar dan voor speciaal religieuze aangelegenheden. De blasfemie is eigenlijk de vrijheid van meningsuiting, maar dan toegepast op de religie. Nou, in de meeste landen van de wereld zijn die apostasie, die katerij en die blasfemie wel op enig moment in de geschiedenis strafbaar gesteld. In de westerse landen is dat nu niet meer het geval, hè? Zoals jullie ook hebben kunnen leren uit het verhaal van Erik Wouters en wat je nog verder onderbouwd krijgt in zijn boek. Maar buiten de westerse wereld, en wat er allemaal nog buiten de westerse wereld is, is groot. Hè? Zoals het Westen zich nu begint te realiseren. En die niet-westerse wereld die lijkt ook te groeien, hè, in betekenis. In de niet-westerse wereld is dat nog onverkort het geval. Dus dat die apostasie, die ketterij en die blasfemie een kolossaal probleem vormen. Laten we het maar even noemen. De onheilige drie-eenheid van apostasie, ketterij en blasfemie is een enorm, enorm probleem. En dat leidt tot directe botsingen tussen de Pakistanse, de Saoedische en de Iraanse en Afghaanse overheden enerzijds en de burgers van hun land. Maar niet alleen tot een conflict dus tussen deze overheden en hun eigen burgers, eigenlijk ook tot een conflict tussen die overheid van Pakistan, neem ik dan maar even, en de hele westerse wereld. En mensen die hier naar voren komen en die zeggen, ik heb ook bepaalde ketterse of apostatische of blasfemische gedachten. Dat is een conflict. Er is een conflict, denk ik, tussen de West en de Rest. En waar bestaat dat uit? Nou, in de Rest, maar ook wel een beetje in de West, kan je een groei onderkennen van religieus fundamentalistische bewegingen. Zoals gezegd, echte probleemlanden zijn Pakistan, Afghanistan en Iran. Pakistan met name op dit moment, kom ik straks op terug. Dat zijn allemaal landen die ook potentiële leveranciers zijn van wat ik noem theoterroristen. En die theoterroristen, mensen die bereid zijn om terroristische daden te plegen, zich daarbij beroepend op hun religie, dat zijn mensen die niet alleen in hun eigen land actief zijn, maar ook in het Westen, waar ze wraak willen nemen voor de apostasie, de ketterij en de blasfemie die hier plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen, de opiniedelicten, wat strafrechtsjuristen dan noemen, de opiniedelicten, apostasie, ketterij en blasfemie, die worden op grote schaal gepleegd in het Westen naar hun oordeel. En die theoterroristen, die komen dat wreken. Nou, die doelwitten, die kent u eigenlijk wel. The usual suspects. Hè? Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders, Theo van Gogh. Dat zijn de usual suspects. De gele redactie van Charlie Hebdo. Franse leraar Samuel Paty nog, 2020. Dus is ook niet iets van, oh, dat ligt achter ons. Nee, 2020, dat is nog maar 2 jaar geleden. Maar wat de meeste mensen zich niet realiseren, dat is dat we hier te maken hebben met een probleem dat helemaal niet is opgelost. Niet door nog geen enkele Van de afgelopen kabinetten is dat opgelost. Geen enkele minister van Justitie en Veiligheid, of het nou Joost Ballin is, of het is Grapperhaus, of het is Donner, heeft het kunnen oplossen. En als straks nou de film uitkomt van Lale Gül, jullie weten, er wordt een film gemaakt van haar werk en de boeken die worden, het is al in het Duits vertaald, wordt straks in het Engels vertaald, in het Frans vertaald, misschien ook nog wel in andere talen. Hè, dan zal dat een enorme belangstelling genereren vanuit Pakistan, denk ik. Oké, nou goed, het moet een beetje gezellig blijven. We gaan straks natuurlijk aan de borrel, want wat is de oplossing, zegt men dan doorgaans. Want mensen worden wat, ik ben zelf nogal vrolijk aangelegd, dus ik blijf er altijd vrolijk onder. Maar veel mensen kunnen een beetje gedeprimeerd raken van dit verhaal. Maar er is ook een oplossing, mensen. Het is niet zo verschrikkelijk, allemaal zoals het lijkt. En waarom is die oplossing nou van belang in relatie tot de 2 voorgaande verhalen die we gehouden hebben? Want ik heb natuurlijk niet voor niks bij
Justus Lipsius erop aangedrongen om ook deze twee mensen die jullie net hebben gehoord, om die ook aan het woord te laten. Want ik denk dat dat allemaal wat met elkaar te maken heeft. Ik denk dat de wilde versus de Nederlands iets te maken heeft met het probleem wat ik hier geschetst heb en waar ik eigenlijk de afgelopen 20 jaar mee bezig ben geweest. Maar ik begin even niet met de wilde, ik begin met Wouters. Kijk, dat boek van Wouters, dat is een van de weinige boeken die het probleem rechtstreeks adresseert. Zijn boek gaat over de religieuze belediging en blasfemie. Een van die onderdelen dus van wat ik de onheilige drie-eenheid heb genoemd, apostasie, ketterij en blasfemie. Maar de implicaties van zijn boek, die hebben te maken met het geheel van wat ik die onheilige drie-eenheid heb genoemd. Zijn boek die maakt, dat maakt duidelijk, denk ik, dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, hij heeft het eigenlijk zelf ook al gezegd, maar ik herhaal het en ik zeg het nog met misschien meer nadruk, het Europese Hof in Straatsburg vlucht gewoon weg voor die problematiek. De oplossing tussen aanhalingstekens die het Hof voorstaat, is namelijk geen oplossing, het is een overgave. Om het met de boektitel van de Franse schrijver Welbeck te formuleren, het is soumission. Welbeck zou overigens over die uitspraak ook een hele mooie roman kunnen schrijven, denk ik. Maar goed, dat brengt ons bij de wilde tegen Nederland. In zekere zin zien we hier hetzelfde als in IS tegen Oostenrijk, wat Wouters heeft belicht. De wilde komt eigenlijk op ook voor radicale godsdienstvrijheid. Nou, dat deed ES ook. De hoofdpersoon in de uitspraak van Wouters. ES, Elisabeth Sabadich Wolf, voluit, die geeft religiekritiek. En volgens de Heilige Drie-eenheid moet dat worden ontmoedigd. Maar volgens de apostasieclausule in artikel 18 van de Universele Verklaring en artikel 9 van het Europees Verdrag, is dat een belangrijk recht dat ook door de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst gewoon wordt beschermd. Dus in 1948 heeft men in die Verenigde Naties, toen men die Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens concipeerde, hebben iets heel radicaals gedaan. Door daar die vrijheid om van geloof te veranderen in op te nemen. Het was heel radicaal, 1948. En het was ook heel radicaal dat de Raad van Europa dat 2 jaar later herhaalde in artikel 9 van het Europees Verdrag. En de Nederlandse Raad van State, die de pogingen van Mienke de Wilde om de trein op het goede spoor te zetten successievelijk heeft afgestraft en andere instanties, al ambtelijke instanties in de aanloop daartoe, die vinden dat natuurlijk allemaal vreselijk provocerend. Dus jullie hebben er net een beetje op zitten te lachen en het is allemaal gezellig en we gaan straks aan de borrel en vinden we dat natuurlijk wel leuk, Mienke de Wilde. Maar er zijn heel veel mensen die vinden het bloed en bloed irritant. Want in feite haalt dat natuurlijk het hele systeem van de officiële religies en de bescherming die er aan de grote officiële religies wordt gegeven, als je haar serieus wil nemen, haalt dat onderuit. En veel mensen denken dan ook dat het praktiseren van die apostasieclausule geen ander doel kan hebben dan beledigen, choqueren, provoceren, uitdagen. Maar eerlijk gezegd zie ik dat een beetje anders. Ik zie het als het redden van een bepaald cultuurgoed. Ik zie het dan ook niet voornamelijk als een recht, wat zij bijvoorbeeld doet, maar als een opdracht. Je hebt de opdracht niet alleen om het fysieke territorium van je land te verdedigen, maar ook het geestelijk erfgoed. En de artikelen 18, Universele Verklaring en 9, Europees Verdrag, die behoren wat mij betreft tot dat geestelijk erfgoed. Nou, wat hebben de Pastafari's daar nou weer mee te maken? Nou, die Pastafari-beweging, die heeft geijverd, en dat doen ze nog, vooralsnog niet succesvol, maar ze proberen het wel. Die ijvert voor de erkenning van van de status van godsdienst. En de Nederlandse Raad van State die heeft dat helaas afgeserveerd en het Europese Hof heeft de Nederlandse Raad van State daarin gevolgd. De Raad van State die heeft gezegd, ja, wij gaan hier op de coherentie-eisen toepassen. Wat zijn de coherentie-eisen? Dat zijn de eisen dat om als godsdienst erkend te worden,
die eisen zijn geformuleerd in de jurisprudentie van het Europese Hof in Straatsburg. Dat zijn cogency, dus er moet een zekere samenhang zijn, seriousness. Daar hebben we het al eigenlijk over gehad, serieusheid, cohesion en importance. En gemeten aan die vier maatstaven zou dus de geloofsbelijdenis van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster, die zou niet kunnen worden erkend als religieus, maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de apostolische geloofsbelijdenis van het christenen wel. Dat is wel serieus en serious, coherent en also important, is het. En de Pastafari-beweging, zo vond men, dat is een grap, het is ironie, het is satire. En dat kan dus niet als godsdienst gelden. Nou, ik heb daar twee antwoorden op. En we hebben net al een beetje gezinspeeld op mogelijke antwoorden, maar ik ga er ook twee geven. Eén. Ik geloof eigenlijk dat in een tijd van toenemend fundamentalisme, zeker in de rest, wel een beetje in de West, in een tijd van toenemend fundamentalisme en van het sanctioneren van die opiniedelicten, een tijd van toenemende intolerantie en ook zelfs van geweld in naam van God, het heel verfrissend kan zijn als die godsdiensten inspiratie gaan opdoen bij een religie die zich zelf op de luchtige manier typeert zoals we dat net hebben gedaan, die geen vervolging op zijn naam heeft staan. En de kerk van het Vliegend Spaghettimonster zou dus op zijn minst een bron van inspiratie moeten zijn voor die andere godsdiensten. Ik zou zeggen, godsdienst direct uit de handen van God, of godsdienst zoals hij of zij of het, voor de non-binaire, het bedoeld heeft. Maar een tweede punt is dat het pastafarisme in relatie tot, is natuurlijk het pastafarisme in relatie tot de apostasieclausule. En dat hebben we tot nu toe nog niet behandeld. En eigenlijk is dat mijn toevoeging ook aan deze bijeenkomst. In 1948 is dus de apostasieclausule, die is in de universele verklaring opgenomen. Dat heb ik net al gezegd. En in 1950 heeft dat ook het Europees Verdrag heeft dat gehaald. In 1993 is er een uitleg gegeven aan die apostasieclausule in de Kokkinakis-zaak. Dat was een zaak over de Jehovah's getuigen. En die Jehovah's getuigen die mogen geen zending bedrijven in Griekenland. Ze noemen die Griekse kerk geen staatskerk, maar er is wel een proseliteringsverbod voor onder andere Jehovah's getuigen. En meneer Kokkinakis, zelf een Jehovah's getuige, die heeft dat aangevochten. En dan heeft hij gewonnen voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mensen. Dus ze doen dus niet alleen maar verkeerde dingen, maar ze hebben toen in 1993, althans vind ik, iets heel bijzonders gedaan. Ze hebben die Jehovah's getuigen ook gebracht onder de bescherming van de vrijheid van godsdienst. Maar ze hebben nog iets anders gedaan. Ze hebben ook een uitleg gegeven aan die apostasieclausule. En wat hebben ze gezegd? Ze hebben gezegd dat die apostasieclausule van bijzondere betekenis is voor de atheïsten, worden genoemd, de agnosten, de sceptici en de onverschilligen. Nou, dat is geweldig eigenlijk. Dus atheïsten, ik zie Simon Admiraal hier zitten en Floris van den Berg. Sinds 1993 heb je iets in handen, hè, op basis waarvan je je wereldbeschouwing kunt laten beschermen, niet door de vrijheid van meningsuiting, maar door de vrijheid van gedachten, van geweten en godsdienst. Atheïsten worden eigenlijk, volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, op dezelfde manier en onder hetzelfde regime beschermd als dat het geval is met de gelovigen. En dat is ongelooflijk belangrijk, denk ik. Waarom is dat van belang? Nou, ik ben me ervan bewust dat veel mensen zullen zeggen dat pastafarisme, dat ze dat dus ook zien als een grap. We hebben het net al over gehad en ze gaan er een beetje om lachen. En sommigen vinden het ook een flauwe grap. En zoiets geldt natuurlijk ook voor Elisabeth Sabadich-Wolf, die de hoofdfiguur is in de uitspraak die Erik Wouters heeft besproken. Velen denken dat religiekritiek niet zo nodig is. Of een beetje flauw, of een beetje negatief.
Hoogstens heb je dat recht, maar dat hoeft toch niet, zegt men dan. Maar ik denk dat die mensen die er zo over denken iets essentieels missen. Ik denk dat die religiekritiek ontzettend belangrijk is. Natuurlijk gaat op dit moment wel even de aandacht uit naar een conflict tussen de Russische Federatie en de Oekraïne. Iets wat naar mijn mening niet moet ontaarden in een conflict tussen twee kernwapenmachten, Rusland en Amerika, maar dat even terzijde. Dat is ook belangrijk, dat is een geopolitieke aangelegenheid. Maar er is ook nog dat conflict, en nogmaals, daar heb ik me dus mee bezig gehouden de afgelopen 20 jaar, tussen de West en de rest over die vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. En dat is ook een heel reëel conflict. Dat is waar Geert Wilders mee te maken heeft. Iedere dag, van opstaan tot naar bed gaan, al 20 jaar lang. En er is niet een oplossing in zicht. Want die meneer uit Pakistan, er zijn er wel een paar geweest, of uit Afghanistan, die blijven komen. Allemaal omdat ze een andere interpretatie geven aan de vrijheid van geweten op basis van artikel 8 van het Europese verdrag. Of je kan eigenlijk zeggen dat gewoon niet erkennen. Althans, de apostasieclausule erkennen ze niet. Trouwens, niet alleen degene die komt omdat door middel van geweld af te dwingen erkent het niet, maar ook de meerderheid van de bevolking daar niet. En die zijn het eerder eens met die persoon die hier komt om iemand om het leven te brengen, dan met vele andere mensen die hier zullen zeggen, ja, maar dat staat toch gewoon in de universele verklaring? Het staat er gewoon in artikel 9 van het Europees verdrag. Je mag toch van geloof veranderen? Nou, echt niet hoor, in Pakistan. En er is ook niemand die het in zijn hoofd haalt om dat even te proberen. Dus dat conflict tussen de West en de rest over die vrijheid van gedachten, dat is eigenlijk een heel reëel conflict. En dat betekent ook dat die vrijheid van gedachten, van geweten en van godsdienst, dat dat nog steeds een onvolendete is. Die apostasieclausule, die staat gewoon daar maar te staan in artikel 18 van de Universele Verklaring en 9 van het Europees Verdrag. Maar ja, het is heel moeilijk om die te implementeren, zo niet onmogelijk. En de meeste mensen hier in Nederland, ook in Den Haag, ook politici, als je ze er met ze over spreekt en je hebt het over dreiging van terrorisme, dan zegt men allereerst dus, ja, ik dacht, is het gewoon domheid, maar, of is het gewoon strategische onwetendheid? Ik weet het eigenlijk niet, een interessante zaak, strategisch onwetend. Oh, is dat zo? En oh, nee. Ja, nou ja, dat is wat, hè. Maar op het moment, een van de eerste keren dat ik het genoeg had bijvoorbeeld om Nederlandse premier Rutte daarover te ondervragen. Dat was bij mijn maiden speech in de Eerste Kamer. En toen vroeg ik aan Rutte, ja, bent u zich er eigenlijk van bewust dat er vandaag iemand in Nederland is veroordeeld door een Nederlandse rechter en die uit Pakistan is gekomen met geen ander doel dan de oppositieleider in de Tweede Kamer om het leven te brengen? Is dat niet een reden dat die man komt uit Pakistan? Is het dan niet de reden om daar eens een vraag over te stellen? Hè? Om de ambassadeur van Pakistan gewoon eens naar... Nou, dat is natuurlijk helemaal niet. Nou, nee. Maar ook niemand. Er was ook, ik ben niemand in de Eerste Kamer die zegt, ja, nee, inderdaad, daar moeten we echt even aandacht aan besteden. Dat geeft dus aan dat je hier te maken hebt, naar mijn smaak, of ik moet me enorm vergissen met een enorme blinde vlek. En als, denk ik, als natiestaten, dat geldt ook voor de nieuwe minister van Justitie, als die echt effectief zouden willen worden in de strijd tegen het terrorisme, dan zullen ze eerst moeten beginnen met het recht op religiekritiek werkelijk veilig te stellen. Nou, ja. Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Hè? Dat is een heldere agenda. Nou ja, dit, dames en heren, als ik me even in deze traditionele terminologie mag uitdrukken, dat was wat ik jullie vandaag had willen voorleggen. Het is waar ik me de afgelopen 20 jaar mee heb bezig gehouden. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik wil Justus Lipsius wil ik bedanken voor dat prachtige event. Ik wil Mienke en Erik bedanken voor het geweldige opstapje dat ze mij hebben geboden om eigenlijk om een van mijn hobbyhorses om daarop in te gaan. Ik wil mijn collega's van de afdeling Encyclopedie, Gelijn is hier aanwezig, bedanken voor de vele jaren dat ik me mee bezig heb. Mogen houden met deze problematiek. Ja, ik weet wel, Jurike behoort ook tot de afdeling. Maar Jurike, die hoort het waarschijnlijk allemaal een beetje voor het eerst. En ik denk dat jij wel een beetje denkt van, oh ja, inderdaad, ja, it rings a bell. Dus dat is inderdaad
denk ik dat ik het zo wel mag zeggen. En ik wil ook mijn promovendi bedanken, die onderdelen van dit betoog in monografieën hebben uitgewerkt. Ik heb net al verwezen naar Mirjam van Schaik, die misschien dit weekend gaat bevallen en die ook niet aanwezig kan zijn op deze reden hier. Maar ik wil u allen bedanken dat u hier aanwezig hebt willen zijn. Want ik zou het voor niemand anders hebben willen uitspreken dan voor u en voor u alleen. Dank voor uw aandacht. Ja, dank u wel. Ook voor de twee gastsprekers, Wienke en Erik. Ik heb voor de gastsprekers, heb ik, zou ik zeggen voor u. Ik zou eerst graag aan de twee gastsprekers, Wienke en Erik, hun twee cadeaus. Ik vraag jullie om naar voren te komen. Voor jullie verhaal, voor jullie welkom. En voor u heb ik ook iets hartstikke leuks. Nee. Voor al uw moeite. Nee. Wow. De afgelopen jaren en uw vrijdenkendheid. Ah, jongens. Hebben wij een hartstikke leuk cadeau. Aantal wijnen voor u. Nou, wat geweldig. Dit kan niet bevatten wat u de afgelopen jaren heeft gedaan voor de universiteit. U bent enorm vrijdenkend geweest. U heeft talloze studenten geïnspireerd. Dankjewel. Het is heel weinig, maar het is geprobeerd om het samen te doen. Ja, geweldig! Moeten we ook niet even nog een foto met ons allemaal? Ja, of met het hele bestuur. Ja, absoluut. Kom er even allemaal bij staan. Mensen, wat geweldig. En je moet weten, dus dat moeten ze allemaal van een klein budget doen. Justus Lipsius, dus het wordt enorm. Ik word dus enorm verwend. Voor diegenen die zeggen, nou, bepaalde onderdelen van het verhaal wil ik nog wel nalezen. Om het eens even te controleren of ik het allemaal wel goed heb gedaan met alle data en alles. Het staat nu op de dagelijkse standaard. Dus kunnen jullie daar even naartoe, dan kun je het ook nog even lezen. Maar nogmaals bedankt. Ja. We hebben ook promotiemateriaal nodig. Ja, zo is dat. Hij is net de KNVB. Super. Hartelijk dank. Dan moet je wel als die foto ook toesturen, dat je niet zegt van copyright. Ja, dat moet je wel hebben. Ja, en er is nu wat.